Groot feest voor Lenny Koer. Ze zit 40 jaar in het vak en dat moet gevierd. Morgen is er een tv-special bij de Tros waar Lenny in het zonnetje wordt gezet. En wij gingen vandaag al op visite bij de zangeres die drukker is dan ooit. Visite, een huis vol visite. Dit nummer kan iedereen inmiddels meezingen. En het komt morgen tijdens de feestelijke jubileumuitzending van de Tros natuurlijk ook voorbij. Het is in concertvorm opgenomen om mijn 40 jaar jubileum te vieren. En ja, daar zitten natuurlijk liedjes in die al wat langer bestaan. Hè? en ook nieuwe liedjes. Het is een heel mooi programma. Lenny begon haar zangcarrière in 1969 en brak tijdens het Songfestival door met het nummer De Troubadour. Zelfs 40 jaar na dato zingt iedereen de hits nog altijd mee. Mensen gaan meezingen en meehaken. Nee, dat is mijn intentie helemaal niet. Het gebeurt dan wel eens bij De Troubadour dat mensen dat doen. En dan kijk ik en denk van, oh ja, hier kan het ook op. Wie denkt dat Lenny tegenwoordig achter de geranium zit, die heeft het mis. Ze maakt nog volop cd's en ze is druk bezig met een theatertour. 40 jaar verliefd. Je kan niet goed uitleggen wat er gebeurt, maar er gebeurt echt iets heel moois. En het is een soort magie op het toneel en met de mensen samen. En als dat gebeurt, dan is de avond geslaagd. Lenny's dochter en kleinkinderen wonen in Israël. De situatie daar zorgt soms voor angstige momenten bij de zangeres. Het is altijd eng als kinderen in een gevarengebied wonen. En het is zo, er is niks aan te doen. Haar kleinkinderen komen gelukkig af en toe wel naar oma kijken. En dan zijn ze apentrots. Een kleinzoontje kent al een heleboel liedjes van mij. En hij kent één liedje, dat heet God laat ons vrij. Er komt een Hebreeuws woordje in voor. Rachamim, rachamim, zingt hij dan. Lenny Koer met haar programma 40 jaar verliefd is nog tot en met mei in de Nederlandse theaters te zien.